En dan maandag bleek dat er heel slecht wordt gecontroleerd op fraude met WW-uitkeringen. Je kunt namelijk gewoon een uitkering krijgen terwijl je helemaal niet werkloos bent. En wat denk je? Iedereen natuurlijk over de zeik. Echt, iedereen vindt dit stom. Er is helemaal niemand die denkt, hé, dat is best wel tof, die fraude. Het is ook gewoon strafbaar. Dus eigenlijk hoef je er gewoon niks meer over te zeggen. Tenzij je Klaas Dijkhoff bent natuurlijk. Er is enorm gefraudeerd met werkloosheidsuitkeringen. Het systeem heeft niet goed gewerkt om er toezicht op te houden. Maar los van dat systeem, joh. Je hebt in Nederland, je werkt. Je hebt geen recht van uitkering en je gaat zitten frauderen. Je zit al die hardwerkende Nederlanders zet je te kakken. Dat kan niet. Nee. Ja, sommige leiders hebben het lef om controversiële dingen te zeggen. En die zijn hun tijd ver vooruit. Die staan op de barricades. En je hebt ook leiders die wachten tot de revolutie voorbij is en die zeggen dan, hey, de barricades zijn vrij. Echt, iedereen had dit al gezegd. Zelfs binnen zijn eigen partij is Dijkhoff niet de eerste die erover begint. Onze Dennis is er in de Kamer ook duidelijk over geweest en heeft hij het volgende over gezegd. En dat kan ik niet uitleggen en dat kunnen we hier met z'n allen niet uitleggen, voorzitter. Je ziet het, het zit Dennis hoog en terecht. Het zit zo dapper van Dijkhoff, hè? Iedereen zegt het, iedereen vindt het, maar hij herhaalt het. Oh. Als Klaas Dijkhoff in de Intercity naar Rotterdam zit, pakt hij ook altijd de intercom. Ja, jongens, volgens mij moeten we gewoon nu doorreizen in de richting van Rotterdam Centraal en vooral niet overal stoppen. Dat is gewoon simpel. Dat is gewoon heel duidelijk. Klaas die gebruikt niet alleen een cliché, hij doet alsof hij de eerste is die het durft te zeggen. Dat is geen cliché, maar een klaasje. Dat is gewoon... Persoonlijk erger ik me zo aan hondenpoep op straat. Oh, echt, Klaas? Wauw, oh, ah, wat goed. Dat is dus een klaasje. Oké, even een huiswerkopdracht. Kijk even mee naar Klaas Dijkhoff en ga bij jezelf na of je ook maar iemand kent die het oneens is met een van de volgende uitspraken. Kerel die vrouwen betast, hoort sowieso niet ongeacht je functie. Je ruimt je eigen rotzooi op. Het is natuurlijk heel pijnlijk voor de mensen in Groningen vooral, hoe dat allemaal gelopen is en dat die afhandeling van schade dan ook nog lang op zich laat wachten. Als je denkt, ik wil aan vrouwen zitten die er geen zin in hebben, blijf dan lekker weg. De maandagochtendspits is normaal al druk. En als het dan ook nog gaat regenen zoals vandaag, zijn de rapen helemaal gaar. Ja, ik krijg me er kapot aan. Als je welke doelen zou gaan bedreigen, niet aan beginnen. Wordt Nederland niet beter van. Bedreigen is altijd fout. Klaar. Heb je pijn in je buik van het lachen? Abonneer je dan op dit kanaal. Heb je pijn in je buik om een andere reden? Ga dan naar de dokter. Meer zien? Ga naar npo3.nl/zondagmetlubach.